Hebben jouw kinderen, als ze dan kijken die mee met wat voor een date jij hebt? Of hou je dat allemaal dus verborgen, omdat je... Nee, ze zitten mee te swipen natuurlijk. Oh, echt? Ik ben onderweg naar Arnhem, waar Jonathan woont. En die is single, zit op Lexa. En ik ben gewoon wel benieuwd wie hij is en wat hij in de liefde zoekt. En vooral ook wat hij voor jullie dames te bieden heeft. Lexa. Hi. Ik ben Paulien en jij moet Jonathan zijn, of niet? Ja. En single? Zeker. En single. Dan Jonathan ben ik is single. Helemaal goed. Mag ik bij jou binnenkomen om jou het hemd van het lijf te vragen? Oh! En hier, en zit. Je bent toch ook niet zo streng tegen de dames, hè? Krijg ik dat uit blik? Jonathan! Hé, maar en wat voor vrouw val jij nou? Dat wisselt wel heel erg eigenlijk. Het is uiteindelijk toch de uitstraling die het hem doet. Je mist net toch wel dat maatje in huis 's avonds met wie je samen de film kan nabespreken of 's ochtends mee wakker worden. Dat sowieso, ja, absoluut. En voelt het voor de rest ook wel redelijk eenzaam op het moment dat de kinderen er niet zijn. Maar is dat ook de reden waardoor je een hondje hebt genomen? Nee. Omdat je iets mist? Nee, dat was eigenlijk een hele andere reden. Ik ben 5 jaar geleden ziek geworden. Oh. Een auto-immuunziekte. Een zware medicatie gekregen. En pacemaker toen, die is in 2016 geplaatst. Ja. Hij is afgelopen jaar eruit gegaan, want het bleek toch niet meer nodig te zijn. Dus u bent nu weer 100% healthy, of hoe noem je dat, gezond? Ja. Maar het betekent als die pacemaker er dan uit is, dat je hartje weer helemaal netjes klopt en goed klopt. Mm. En ook weer open staat voor dus een nieuwe liefde. Ja. Maar vind je het dan al belangrijk dat een vrouw muzikaal is? En niet belangrijk dat ze per se muzikaal is, maar ik zou wel graag willen dansen met een vrouw, eerlijk gezegd. Dansen? Ja. Nou, ik kan de cha-cha-cha. Waarom heb jij Lexa uitgekozen om daar jouw liefde te zoeken? Ze zeggen dat voor serieuze relaties, hè? Dat dus het daarvoor is. Als je ervoor gaat, dan wil je er echt serieus voor gaan. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Liefde is... Mij laten zijn, zodat ik de ander kan laten zijn.